Discord, een website waar je kan chatten, normaal over videogames. Maar in een geheime groep op de site gebeuren totaal andere dingen. Er worden naaktfoto's en filmpjes uitgewisseld van jonge meisjes. We krijgen een uitnodiging vast en raken zo in de groep. Vrijwel meteen hebben we contact met iemand. Savakkes, wat zoek je? Wat heb jij al veel verzameld? Ja hoor, vroeger veel winst gehad en daardoor aan veel materiaal geraakt. De leden gebruiken een eigen taaltje. Wins zijn naaktfoto's die ze konden bemachtigen. Ze wisselen die openlijk met elkaar uit, alsof het Pokémonkaarten zijn. De meisjes weten meestal van niks. Iemand meer van M dan die ene foto op haar kot die ooit rondging? Sletjes uit Deurne, iemand? Een van de slachtoffers waarvan we foto's vinden is Els. Als we haar contacteren, blijkt dat haar ex-vriend de foto's heeft verspreid nadat ze het heeft uitgemaakt. De dag dat ik de relatie beëindigd heb, heeft hij eigenlijk, nadat hij in huilend uitgebarsten, is, heeft hij eigenlijk heel soeicens tegen mij gezegd ik ga je nu leven verpesten, ik ga die foto's naar iedereen doorsturen die ik ken, ik ga die online plaatsen. De geheime chatbox is nog maar het begin. We komen erachter dat de belangrijkste leden een gigantische archiefmap met elkaar delen. Je raakt daar alleen in als je bewijst dat je zelf foto's hebt die nergens anders op het internet staan, vertelt oedipus ons. Zit jij in die archiefmap de mega-share waar ze over praten? Ja. Is dat wat een moeite, veel naakt? Massa's. En daar raak je enkel in met nieuwe foto's. Jep, er zijn er geen waar je zonder in raakt. Weet je al wat je zou willen? Door foto's te laten maken van een pornoactrice raken we er uiteindelijk zelf in en we zijn gechoqueerd. We vinden 5000 foto's en filmpjes gerangschikt in mappen met de namen van slachtoffers. Er zitten foto's van minderjarigen tussen en vaak weten ze van niets. De geheime map verhuist mee als een chatbox gesloten wordt door Discord zelf of na een klacht van de politie. Hun collectie groeit zo de hele tijd aan.